Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koopman op pad. En wel een, uh, een bijzondere aflevering, want uh, dit keer zitten de twee invalpresentatoren uh, zitten, uh, in beeld. En uh, uh, ik zit hier samen met uh, Paula. En uh, wij zouden altijd nog even een keer terugkomen op uh, een uh, bijzondere uitzending. Dat was de uitzending die ging over een secte in Hoge Veen. Klopt. En uh, ik denk dat jij dat wel kunt uh, onderstrepen, Paula. We hebben uh, zelden of nooit een uitzending gehad waar zo verschrikkelijk veel reacties op gekomen zijn dan uh, deze uitzending. Heel veel mensen hebben uh, steun betuigd aan Sonja, ja. die toen haar verhaal deed. Maar we hebben ook heel veel schrijnende verhalen gehoord uh, van, uh, van mensen... Helaas wel. Ja, en uh, nou, die gaan je soms uh, door merg en been. Dat is, uh, dat is echt heel erg verschrikkelijk. Uh, ja, wat kunnen wij eraan doen? Uh, weinig, want uh, deze mensen die, uh, die uh, lopen een beetje binnen de, de randjes uh, van, de, van de wet. Uh, Onze in inziens gaan ze er zelfs overheen. Daar zal ik straks nog even iets nader over toelichten. Maar Paula, kun jij eens even in grote lijnen een beetje vertellen uh, wat uh, de beeldlijn ongeveer is en, uh, en, en uh, hoe de ontwikkelingen zich zo ongeveer tot nog toe hebben voortgedaan. Ja, nou, um, het is een groep die dus uh, al jaren bezig is, actief is hier in de veen uh, Om een, uh, hun geloof te verkondigen. Is het echt een geloof? Uh, in hun ogen wel. In mijn ogen niet. Oké. Okay. En uh, waar ligt de grondslag? <coughs> Kijk, uh, ik heb uh, respect voor mensen die geloven. Laten we dat voorop stellen. Zeer zeker. Uh, maar ik heb uh, geen respect voor mensen die een geloof gaan gebruiken. om zichzelf te verrijken over een andermans rug. En die dan sporen van vernieling achterlaten. Dat heb voor, in mijn ogen Niks met het geloof te maken. Nee, nee dat, uh, nee, dat is onbaatzuchtig. Precies. En deze groep mensen, die zijn dus al jaren actief in de gemeente, en um, helaas laten ze sporen van uh, verdriet en verderf achter. Um, verdriet uh, op het gebied van mensen die uh, emo emotioneel in de knoei raken, omdat ze dus uh, bij zo'n uh, ja, hoe moet je dat uh, gemeenschap uh, binnenkomen, ontarmd worden en uiteindelijk op een gegeven moment uh, achterkomen dat iets die pluis is, maar dan is, de, is het leed is dan, uh, al geschiet? Even resumerend, hè? Even, ja. even voor de duidelijkheid. Als ik je dus goed begrijp, dan zeg je in feite: uh, ze, ze, ze hebben een neus voor uh, labiele. Mensen. Ja. En dat dat is niet denigrerend bedoeld, want iedereen maakt in zijn leven bepaalde dingen Zeker. mee. Waardoor je labiel, tijdelijk labiel kunt zijn. Bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare. Of, ja. uh, of bedenk maar wat. Hè? Je kunt ja. je baan verliezen. Of uh, nou ja, zo zijn er tal van dingen die enorm ingrijpend kunnen zijn in iemands leven. Ja. En dan zit je gewoon, uh, nou dan ben je wat minder stabiel. Ja. Uh, dat heeft niks te zeggen dat je dom bent of zo. Helemaal nee, Zeker niet. Er zijn staat er echte, los van. Ja, staat er helemaal los van. Ja. En... Uh, daar hebben hun een neus voor. En op dat moment, als ik jou dus goed begrijp, uh, geven hun die mensen die warme deken. Juist. En dan, uh, en hoe gaat het verder dan? Ja, ze geven die warme deken en uh, jij voelt je dan daar heel vertrouwd en fijn in. Wat ook logisch is, hè? want ja. je wordt omarmd, er is belangstelling voor je, er is, uh, hè, alle aandacht gaat naar je uit. En uh, mensen willen je dan helpen. Ja. Dus je voelt je veilig, je voelt je vertrouwd. En... Op dat moment, als dat gebeurt, dan komt de slag. En want dan gaan de mensen, de, de, dus de groep, die gaan dus dan heel langzaam, maar zeker, gaan ze gebruik maken van jouw zwakt op dat moment. En um, ja, hoe doen ze dat? Het uh, dus, is heel knap staaltje werk, want je moet heel goed kunnen zijn in manipuleren. En dit is wel de hoogste vorm van manipulatie. En uh, dat is gelukkig niet voor iedereen weggelegd, maar voor bepaalde mensen wel. En als zij jou kunnen manipuleren. en jou in een situatie brengen. waar jij dus op een gegeven moment gaat denken: van er is iets niet goed. maar je wil het andere wil je niet missen. omdat je dan zo uh, warm wordt onthaald en dat zo vertrouwd voelt. ja, dan krijg je. dan, 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 dan wordt de, de instabiliteit wordt alleen maar groter. En op een gegeven moment. Uh, zijn dan mensen die stappen eruit. En die hebben dan wel een bepaalde emotionele schade opgelopen, omdat ze dus dan eigenlijk helemaal verward zijn van wat er is gebeurd en wat er hun is overkomen. Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die dus dan eruit gaan en die dan weer zo verward zijn, dat ze denken nee, ik wil toch weer terug, want ik mis dus wel die warmte. En, maar dat is nog niet eens het grote gevaar. Het grootste gevaar is de angst. Uh, de mensen die dus, uh, dus uh, op een gegeven moment het gevoel gaan krijgen dat ze denken van, er klopt iets niet, of dat ze eruit stappen, daar is op een of andere manier is daar, is die manipulatie zo hoog, hoog bij hun binnen ge, uh, gekomen, dat ze eigenlijk geen uitweg meer hebben. En dus op ook alle manieren uh, komt er angst naar boven. Door dus die manipulatie. Want als ze dus eruit gaan of er is iets niet goed, dan wordt de Heer aangesproken. En hun doen alles met liefde, en jij doet alles verkeerd. Ja, maar even, even, ja, want ik kan me voorstellen dat dit toch voor een hele grote groep mensen niet, niet bepaald duidelijk is. Nee. Uh, juist wel degene die dit aangaan. Ja. Maar, uh, uh, tenminste. Ik heb ook wat mee mogen lezen hè, over al die ja. verhalen, heb ik ook gezien. En uh, ik heb ook uh, mensen gesproken daarover, ja. jij ook. Ja. En uh, uh, ja, mensen voelen zich uh, erg beschadigd nadien. Ja. Ja. Het gaat eigenlijk, uh, de centrale noemer in het geheel is eigenlijk geld. Ja. Uh, dat, is ja. het, uh, dat is het uh, punt. Er wordt van mensen geprofiteerd. Ja. En uh, dat doen ze. Denk ik, als ik de verhalen goed begrepen heb en val me in de reden als ik het verkeerd zeg, mm -hmm. uh, dat ze mensen onder uh, valse eigenlijk voorwenselen. Want ze lokken de mensen op een andere manier binnen dan wat er daadwerkelijk achter zit. Want Juist. of het is een uh, kringloopwinkel, wat ik gehoord heb, of het is een, een muzieklessen, of verkoop van muziekinstrumenten. Of het is een bruidsmodezaak of uh, al dan niet tweedehands, dat, dat maakt dan allemaal niet uit. Nee. Op allerlei wisselende locaties, onder allerlei wisselende namen. Hè, dat is ja. op zichzelf ook al ja, heel bijzonder. Uh, dat is al heel bijzonder, want ja. als jij een stabiel beeldmerk neerzet en jij wilt daadwerkelijk echt iets opbouwen, dan heb je één naam. En dan opereer je ook vanuit één positie, want da dan bouw je daaraan. Dan wordt ja. die naam die wordt groot. En dan wordt die naam wordt een soort van tussen haakjes handelsmerk. Ja. Als ik uh, binnengelokt word naar een kringloopwinkel en uh, het, uh, het blijkt dat ik uh, van daaruit verder gelokt word in een uh, soort van geloofszetting, een, een soort van uh, godsdienstachtig iets. Ja. Uh, waar dan uh, de leider een, 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 een profetes is, hè? Dat, dat, ja, ja, ja. dat heb ik gehoord. Ja. Uh, die dan zogenaamd allerlei boodschappen van God doorkrijgt. Wel, wel boodschappen die natuurlijk uh, enorm passen op de situatie en enorm ingrijpend zijn voor de mensen die ze echt uh, geloven. Ja. Maar uiteindelijk is uh, de uitkomst van, van de slachtoffers, uh, die zich dan ook bij ons gemeld hebben. En waar we dus ook uh, schriftelijke papieren en dergelijke van hebben, uh, is dat ze uh, financieel benadeeld zijn. Ja, financieel worden ze benadeeld, maar het kan ook in goederen zijn. Ja. Ja, er zijn ook mensen die, dus gewoon uit hun goed hart iets willen geven, en dat kan in materialen zijn. En dat worden ze ook in misbruikt. Dat, dat is eigenlijk ook het hele, het hele systeem: het, het, het misbruiken van, en dat mensen dus uit hun. Hun eigen positie, dus uit hun eigen goed hart. Dus denken iets goed te doen en dus van alles geven. En uh, dat zijn goederen en dat is geld. En dat kan soms heel veel geld zijn. Maar dat is niet alleen bij de mensen die dus in, de, in die groepering uh, binnenkomen. Het zijn ook mensen. Die dus gewoon benaderd worden. Het kunnen zakenmensen zijn, uh, het kan van alles zijn, ondernemers zijn. Die dus dan benaderd worden en die dus uh, ja, uh, heel enthousiast worden van hun verhaal. Want het, hè, want het zijn hele leuke mensen. Het zijn gezellige mensen. Ze hebben een goed, een goed praatje en uh, ze doen het allemaal heel goed. Hè. Zo profileren ze zich ook. En dan denk je van, joh, wauw, wat doen die mensen toch goed, goed werk? En nou ja, je maar het dat, weet... dat verkopen ze ook, hè? want ja. dat hoor je ook dus van de verhalen die ik dus gehoord heb van de mensen. Ze zeggen dus, uh, uh, dat zeggen zelfs uh, de mensen die, uh, die daar uitgestapt zijn en die zichzelf zeer beschadigd voelen. Ja. Die zeggen van, uh, maar ze doen ook goede dingen. Ja. Uh, en dan, uh, uh, als je dan vraagt, van nou, wat, wat doen ze dan voor goede dingen? Nou ja, ze hebben nog wel eens wat over voor de arme mensen. Uh, ja, nou, we hebben dat verhaal van Sonja gehoord. En ja. niet alleen van Sonja, want het is ons later van diverse kanten bevestigd. Ja. Ze krijgen dus uh, van uh, bepaalde instanties of mensen die uh, daar goed aan denken te doen, krijgen ze voedselpakketten om ja. zogenaamd uit te delen. Maar uh, de verhalen die wij dus horen, ja, is dat hun in eerste instantie zichzelf daar te goed aan doen, ja. want daar, daar leven ze voor een belangrijk ja. deel van. Ja. En van dat kleine beetje wat er dan overblijft, dat delen ze uit. Onder ja. een groot loftrompet van: jongens, zie eens hoe goed wij zijn. Dus dat uh, komt haast een beetje over als uh, de bijbelse verhalen van. Uh, uh, Jezus in confrontatie met uh, de Phariseeën. Die Phariseeën stonden op de hoeken van de straten uh, te bidden, hè, met, uh, met, met uh, mooie uh, uh, klederen aan. En zie uh, ons in staan, hoe vroom ja. en hoe goed wij zijn. Maar ze haatten in de tussentijd wel de huizen ja. van de, uh, de Weduwe op en, uh, en ze benadeelden de mensen. Ja. Nou ja, dat is in principe het, hetzelfde hè, wat deze mensen doen. En het is gewoon heel triest te noemen. En het, 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 het houdt ook niet op. Hè? Dat, dat zeiden we ook in het begin van het verhaal. Uh, ze, 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 ze verhuizen ook constant. Nou, de laatste anderhalf jaar uh, zijn ze, geloof ik, ze vertellen, ze, het is één het is twee, het is drie, zijn ze al vier keer verhuisd in anderhalf jaar tijd. Maar in die, in die verhuizing hebben ze dus ook elke keer een andere naam aangenomen. En hebben ze ook andere diensten aangenomen. Uh, 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 Geboden, zeg maar. Ja, en ook elke keer contracten afgesloten onder ja. andere namen. Dus ja. dan is het de ene persoon, en dan de andere ja. persoon, en, en, uh, en, enzovoort, ja. enzovoort, Nou vraag ik mij af uh, uh, zijn onze uh, plaatselijke overheden, politie en dat soort dingen, zijn die ook op de hoogte van, ja. van deze activiteiten? Ja. Wat ja. kun je daarover vertellen? Ja, nou, ik heb dus uh, op een gegeven moment heb ik dus uh, contact uh, gezocht met de gemeente met de burgemeester en wethouders. En uh, nou ja, vanzelf gaat het balletje rollen. Dan kom je in uh, gesprekken gehad uh, met de Veiligheidsraad. Uh, politie, uh, de politieregisseur. Uh, um, daar hebben we allemaal gesprek mee en nog steeds. Dus uh, alle bewegingen die er zijn, die volgen wij. En die worden dus uh, gebriefd. En dan ja, van daaruit... Uh, zijn we aan het kijken van, ja, wat, wat, wat kunnen wij doen om, uh, om, om dit een, tot een halt toe te roepen? Want dat is juist het probleem. Hè, dus, uh, maar, maar nu zullen hun zeggen: uh, hun kennen uh, twee situaties: of je bent goed of je bent van de duivel. Ja. ja? ja, ja. Uh, dus uh, ze zullen iedereen die hun in tegenkomt, zullen ze bestempelen al, als zijnde uh, duivels. Ja. En, uh, uh, maar. Uh, misschien toch wel even goed te benadrukken dat je absoluut niet tegen een godsdienst bent, nee, zeker niet. in welke vorm dan ook, nee, en, en uh, dat je dat zelfs als iets positiefs ja. uh, ervaart absoluut, uh, maar dat het uh, vooral dus gericht is tegen de misbruik en de schade die dit berokkent bij mensen ja. en uh, en uh, daarin kan ik je wel onderstrepen, ook uit de vele reacties uh, die we hebben mogen ontvangen, ja. uh, is gebleken dat eigenlijk uh, vrijwel niemand voor de camera durft. Nee, omdat dat, dat, dat is het euvel. De angst speelt gewoon een gigantische rol. En dat is het probleem. Dus ze geloven uiteindelijk dan nog steeds in die profetes, ja. uh, die hun dan eigenlijk uh, bang maakt voor God. Want, ja. uh, als ze uh, niet in de pas van hun lopen, dan zal God straffen. Is ja. dat een beetje de... Dat, dat is een beetje het verhaal van de mensen die dus, dus in die groepering komen. Maar de angst is ook bijvoorbeeld uh, van een verhaal van bijvoorbeeld ondernemers die dus uh, financiële schade hebben uh, uh, van, 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 uh, van deze mensen. En dan praten we niet over een paar honderd euro, dan praten we echt wel over een paar duizend euro. Wat duizenden euro's. En uh, die mensen die zijn dus ook weer bang om, uh, om voor de camera te komen. Omdat hun naam is al besmet. Doordat het ooit eens naar buiten is gekomen. Uh, er, zijn zelfs, uh, er is zelfs bekend dat er rechtszaken zijn geweest. En als ze dan weer voor de camera moeten komen... dan komt ten eerste komt al die ellende weer naar boven. Yeah. Dat is punt één. Yeah. En punt twee, ze willen ook hun eigen bedrijf in dit geval... Als we het over bedrijven hebben, willen ze beschermen. En, en dan willen ze niet geconfronteerd worden met, met wat, er is, wat er is afgespeeld. En, en hoe is er natuurlijk een bedrijf normaal. Uh, 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 hoe noem je dat? Hoe ze dus te werk gaan met hun eigen bedrijf. Dat snap ik, want dat brengt gevaar met zich mee. Ja, en je bent er natuurlijk nooit trots op dat je. Nee, zeker, bot... niet, zeker niet. Maar het, het, het trieste is dat deze mensen, hè, of het nou zakenmensen zijn. Of de gemeente, en de gemeente heeft daar ook mee te maken gehad, het, het, ze kunnen er niks aan doen, hè, want het overkomt je en je denkt daar iets goed aan te doen, je komt dan op een gegeven moment achter van shit, het gaat helemaal verkeerd, dit, dit wordt hem niet, dan komen ze erachter dus dat ze dus het geld niet meer terugzien, dus de schade is al gelegd. Dus Weet je, het kan dus iedereen overkomen. En, en, en dat je je daarvoor schaamt, dat snap ik. Maar ik wil wel duidelijk maken... dat uh, in feite hoef je er niet voor te schamen. Omdat de manipulatie is zo hoog en zo ernstig. Iedereen kan het overkomen. Iedereen. Ja, precies. Ja. En, en dat, dat, maakt het zo, dat maakt het zo triest. Ja. En eh, de, ons doel... In deze is dus helemaal niet om iets of iemand te beschadigen. Dat nee, willen we helemaal nee, niet. Dat is niet. ook helemaal de toestelling van het programma niet. Nee. Maar dat gaat er gewoon puur om. Om mensen te waarschuwen van pas op. En zeker wanneer er uh, sprake komt. Ja. Wees dan dubbel op je hoede. Ja. Eigenlijk zou ik het advies willen geven van. Wees minstens vijf jaar bij zo'n club alvorens. Als je uh, uh, iets met geld... Gaat ja, doen. Ja. Want, uh, uh, nou ja, uh, na de informatie die ons toegespeeld is, is ook zogenaamde leningen. Ja, die ja. worden ho hoegenaamd niet terugbetaald. Nee, niks wordt terugbetaald. En dat, dat de sheet, je ziet ook de rode draad continu. Dat dus als ze dus ergens geweest zijn en ze verhuizen weer, dat er weer schade is berokkend. En uh, dat kan zijn in leningen, dat kan zijn uh, dat de huur niet uh, betaald wordt, uh, dat kan zijn, uh, ja, dat kan van alles zijn, ja. wat je maar kan bedenken. En het, alles wat jij geeft aan geld, dat zie je gewoon niet meer terug. Nooit nee. meer, nooit meer. Dat kan je wel vergeten. Nou. Laten we afsluiten met deze. We hebben, uh, jij hebt voor een postje terug heb jij een uh, interview gedaan met uh, Albert Metselaar. Ja. En Albert Metselaar heeft een hele mooie definitie gegeven van uh, wat een secte is. Volgens Albert Metselaar er, is er niet één, maar zijn er verschillende uh, uh, geloofsbewegingen uh, binnen onze gemeente die aangemerkt kunnen worden als secte. Ja. En. Uh, uh, Laten we ter afsluiting van dit interview uh, nog een klein fragmentje van Albert zien wat ja. zijn definitie is over sectes. Ja. En dan uh, sluiten we hiermee uh, deze aflevering af. Mensen, wees dus gewaarschuwd voor mensen met uh, onoprechte bedoelingen. En ik zou zeggen, uh, volgende week weer een nieuwe aflevering van Koopman op pad. En dan zeggen we. Mooi. Mooie. Nou, de. Het, het ligt er een beetje aan uh, wat je als sect definieert. De, de, een hele oude definitie die zegt alles wat uh, niet een hoofdkerk is, maar daaruit losgekomen, dat is secte. Nou, dan kun je iedereen wat secte noemen. Ja. Maar uh, voor mij is het zo, dat ik zou secte willen noemen, de, de groeperingen die zich niet uh, laten leiden door open gesprek. En waarbij tegelijkertijd ook uh, de Heilige Geest, dat is een heel breed gesprek, begrip. Maar dus de, de werking van God en zijn kracht onder de mensen geen ruimte kan hebben. Mm -hmm. Omdat er een leiding op zit die alles bepaalt. En wanneer je een leiding hebt die alles bepaalt... en die geen invloed meer laat geven door de geloven om zich heen... Die daarin niet mee kunnen denken, maar die leiding laat zich ook niet corrigeren, dan moet je oppassen. Ja. moet echt ontzettend oppassen. Ja. Ik ga hier geen namen noemen. Nee, hoeft ook niet. Maar ik heb hier meerdere genootschappen met Hogeveen... waarvan ik weet, ...Hogeveen en omstreken, waarvan ik weet dat er hele grote dingen mis zijn gegaan. omdat de leider te machtig was en zich niet, niet liet corrigeren. Nee, precies.